Hallo allemaal, welkom bij Altavista en welkom weer in een nieuwe video. Jullie zaten op te wachten, deel 2 van de Kruidvat Pops. Ja, de volgende 6 pops die ik heb weten te scoren bij de Kruidvat. In totaal ben ik bij 4 Kruidvatwinkels ben ik geweest samen met mijn zoontje om te kijken wat ze daar allemaal hadden. Echt heel erg veel pops lagen er deze keer. Ze werden ook aangekondigd, dus ik heb weer 6 geweldige pops weten te scoren. En we gaan eerst eventjes kijken in de winkels waar ik toen geweest ben, wat ik daar heb weten te vinden. En dat gaan jullie nou zien, komt ie. Welkom bij Altavista! Vandaag gaan we pophunten, Nassim. We gaan weer naar de Kruidvat. Kijken of we iets kunnen vinden. Ja. Tot zo! Ja, zoals jullie zagen, veel pops die er te vinden waren. Ik heb hier de tas weer staan, zoals jullie weten. Voor ik ga 6 pops laten zien. Wat zijn de categorieën? Marvel, games, van alles. Echt hele gave pops zitten tussen. En ik ga ze één voor jullie laten zien. De allereerste pop die ik jullie wil laten zien is, en dat is heel erg gaaf, van Modern Family 753. Het is Phil. Kijk aan, het leuke van deze pop is, ik had vorige keer had ik Claire. En Jay heb ik ook al beter scoren. En ik weet dat Gloria ook te vinden is. Dus dan zou ik alleen maar Mitch en Cam moeten hebben om de hele set compleet te krijgen. Kijk, 753, Modern Family, hoe erg gaaf. Siri vind ik heel erg tof en de pops des te meer. Dus echt heel erg leuk. Ja, echt heel tof. Ik zei al, het zijn veel pops waarvan de serie al eerder bij de Kruidvat heeft gelegen. Maar toch weer andere pops. Dus dat maakt het wel heel erg tof, omdat je dan zo de collecties kunt bij elkaar kunt sparen. De volgende pop is, en ik doe het helemaal verkeerd, want ik had de eerste natuurlijk in een mandje moeten doen. Ik heb het mandje hier niet voor niks staan. Kijk aan, pop nummer 2. En we gaan hem eruit halen. Het is Ant-Man and the Wasp. Kijk, echt heel vet. Ant-Man and the Wasp. Het is niemand anders dan Janet Van Dyne. Janet Van Dyne, en welke had ik hiervan? Ik had Hank Pym, had ik. Die heb ik vorige keer volgens mij ook bij de Kruidvat gehad. En Ghost, volgens mij ook voor de Kruidvat. Dus drie pops heb ik in deze serie. Nou, ik moet alleen Ant-Man ook hebben. En daar heb ik al wel de Chrome-editie van. En de Wasp. En dan heb ik de set helemaal compleet. Hoe vet is dat? Dus ik hoop dat ik die nog ergens kan weten scoren. Maar de pop is heel erg gaaf. Ja, ik vind ze altijd. De pop met een brilletje op vind ik heel vet. En deze vooral. Ja, echt een hele gaaf pop. Heel veel details. Echt heel gaaf. 344 van Ant-Man en de Wasp. Set van 5 pops. Echt heel gaaf. Een Marvel pop dus. En dan de volgende. En ik ga het nou niet vergeten. 1, 2, 3. Papap, daar is hij weer. Het is Mega Man. Tenminste, een Mega Man pop. Het is Rush. Ja, nummertje 103. Heel erg gaaf. En het leuke ook van deze pop is, ik heb Dr. Willy heb ik al. En Mega Man heb ik al. Ik moet alleen nog maar Proto Man hebben. En dan heb ik deze set helemaal compleet. Dus Proto Man. En volgens mij lag die ook bij de Kruidvat. Dus ik hoop dat ik die ergens nog kan weten te scoren. Ja, dan zou er zomaar nog een Kruidvat video ooit aan kunnen komen. Want dat lijkt me echt heel tof en dan heb ik deze set compleet. Laten we het hopen. Mochten jullie hem eigenlijk Kruidvat hebben gezien, laat even weten in de comments. Ik ben echt heel erg benieuwd, want ja, die moet ik nog hebben. Nummertje 3. En dan gaan we over naar de volgende pop. Ook een pop van een serie die al heel vaak bij de Kruidvat gelegen heeft. Het is namelijk een pop van de Ghostbusters. Ja, van de Ghostbusters. Want zo heeft Scary Library Ghost heeft er gelegen. Winston Zeddemore heeft er gelegen. Dr. Raymond Stantz heeft er gelegen. En nou dus ook Dr. Egan Spengler. Alleen Dr. Peter Venkman en Slimer. Die heb ik nog niet gezien bij de Kruidvat. Maar dit is 743. Dr. Egan Spengler. Kijk aan. Hele vette pop. Ja, ook heel gaaf. Ik hoop dat deze set ook nog compleet gaat krijgen. Slimer moet ik dan nog hebben. En Dr. Peter Venkman. Dus dat is wel echt heel tof fijn. Ja, echt tof dat ze dus elke keer andere pops hebben uit de series. Dat vind ik echt heel gaaf. En dan de volgende. Ja, ik blijf het herhalen. Daar is hij weer. En het is weer een pop van een serie waar ik ook een pops van had. Het is namelijk van Married with Children. Namelijk Bud Bundy. Echt heel tof. We hadden hier namelijk al van Al Bundy. Die had ik al heel lang geleden hebben gekocht. Niet bij de Kruidvat. Peggy Bundy. Daar hadden we zelf de Chase van bij de Kruidvat. En nou dus ook Bud Bundy. Dus ik moet alleen een Kelly Bundy hebben. Nou, die ben ik al zo vaak voorbij, heb ik die voorbij zien komen. Ook op de large. Dus die ga ik binnenkort bestellen. Zodat we deze set helemaal compleet hebben. 691. Bud Bundy. Of moet zijn dat we Kelly Bundy nog een keer bij de Kruidvat gaan zien. Maar echt heel erg gaaf.
compleet ook deze set. Ja, vorige keer had ik dus via de Kruidvat de Mickey Mouse set compleet. Ja, ik later ook nog een keer via de Dutch Gaming Man kreeg ik toen ook nog die Mickey Mouse die we gecustomized hebben. Oh nee, die gaan we nog customizen. Dus ja, echt heel erg gaaf ja, dat ik via de Kruidvat set compleet kan krijgen. Dus jammer natuurlijk dat ik bijvoorbeeld Al Bundy, daar heb ik veel meer voor gegeven als dat hij bij de Kruidvat ligt. Want die heb ik volgens mij tussen de 10 en 15 euro voor gegeven en ligt nu voor 4 euro bij de Kruidvat. Maar goed, desalniettemin is wel tof dat ik nou de set compleet kan krijgen voor heerlijk weinig geld. Dus ja, ik ben er op zich wel blij mee. Nou, was pot nummer 5 en gaan we over naar de allerlaatste pop weer. Kijk aan, daar is hij en het is... En deze vind ik echt heel erg gaaf, want ik had volgens mij hier nog geen enkele pop van. Dit is namelijk van Lost... Is het Man in Black. Het is volgens mij mijn eerste pop van de serie Lost. 420. Man in Black. En het is een serie van 7 pops. Ja, de serie vond ik echt heel erg gaaf. Is ook alweer een oudere pop. Volgens mij. Want deze komt uit. Kan ik dat zien? 2016 komt deze. 2016. Ik ga er heel eventjes opnoemen uit welk jaar de andere pops kwamen. Dit is echt heel erg gaaf. Man in Black. Kijk, die komt uit 2016. Deze uit 2018. Deze is nog wel recent, 2019 inderdaad. Dan kan ik zien dat 35 jaar Ghostbusters is. Deze 2016. Deze ook van vorig jaar. En deze is van 2018. En de pops van de vorige video, die kwamen volgens mij allemaal uit 2015. Dus veel Vaulted pops die erbij zaten. Dus, maar ik ben echt heel erg blij met deze pops. Ja, goed. Ik heb volgens mij binnenkort nog wel ergens wat Kruidvat pops die binnen gaan komen. Maar goed, dat zien we over een tijdje weer. Ik heb nog een paar hele gave video's in de wacht staan. Dus echt waar. Ik zou zeggen, je moet je echt abonneren en op de belletje drukken. Doe dat nou, want er komt echt binnenkort een hele toffe video aan. Mystery boxes. Volgens mij de volgende zelfs een mystery box. Hele gave review video's. Echt waar. Het wordt alleen maar gaver, mooier en toffer. Dus ja, vergeet je niet te abonneren en op het belletje drukken. En aan die kant natuurlijk duimpje omhoog. Zou ik ook heel erg tof vinden. Voor nu, blijf op elkaar letten. En hartstikke bedankt weer voor het kijken. En we zien elkaar snel heel graag weer. Groetjes, doei doei. Hoi.